Op initiatief van de Metropoolregio houdt de RET vanaf begin maart een proef bij de haltes van tram 21 en 24 om passagiers sneller in en uit te laten stappen. Zo worden er op de perrons markeringen aangebracht, zodat reizigers weten waar ze moeten staan als een tram aankomt. Daarnaast worden er extra in- en uitcheckapparaten geplaatst in de voertuigen. Ook gaan de trambestuurders op dit traject voortaan alle deuren tegelijk sluiten. Volgens een woordvoerder van de Metropoolregio is het project bedoeld om de kwaliteit van het openbaar vervoer in de regio te verbeteren. We gaan nu kijken wat het qua tijdwinst oplevert en of we het ook op de andere lijnen moeten doen, aldus de woordvoerder in het AD/Rotterdams Dagblad. Het streven is om de gemiddelde snelheid van de tram door de maatregelen te verhogen van 18 naar 25 km per uur.